Joël, waar moeten wij allemaal aan denken voordat we beginnen met spuiten? Nou, als eerste sowieso puntje veiligheid. Dus dat betekent je handschoenen, adembescherming zoals nodig is, werkkleding en schoenen. Kijk of de pomp op zich goed is en schoon door de vorige. Pistool, alles is aanwezig. Dus in principe kunnen we nu of de water eruit gaan pompen en de verf erin gaan pompen. Nou, zoals je ziet, ik heb 4 volle strepen, dus de stroom is helemaal in orde. Dus in principe kunnen wij nu beginnen. Mochten er minder strepen staan, moet je dan iets checken? Ja, het kan zijn dat die knippert of dat het laatste streepje weg is en hij knippert tussen 3 en 4. Dat gebeurt vaak op een bouw, als we met z'n allen in 1 stroompunt zitten. Dat betekent dus dat je te weinig stroom hebt voor de machine. Dan zou ik een ander stopcontact zoeken. Okay, ja. Maar hij geeft dus nu aan dat hij in principe helemaal klaar is om te beginnen. Dus wat ik nu ga doen, is mijn verf of mijn water aanpompen, zodat ik hem even goed schoonspoel. Daarvoor heb ik hem nu op het rondpompen staan van het materiaal, dat hij hem aanzuigt. En dan ga ik rustig aan even druk opbouwen. Dan draai ik nu de druk terug, want het water zit nu op zich in het systeem. Dan hang ik hem even terug en dan laat ik hem nog heel even doorspoelen. Door weer druk op te bouwen. En dan ga ik nu het materiaal aanpompen.